Ik ben Philippe Michiels. Ik ben met pensioen. Ik ben 62. Ik ben Anne van Dessel, 58 jaar en bijna met pensioen. Samen met Anne dacht ik zo van, als we nu ons huis eens zouden verkopen. En aangezien we er toch regelmatige opbrengsten hebben, dan kunnen we misschien een eigen zaak beginnen. Een bed en breakfast openen aan de kust. Gedaan met die vervuilde lucht. Ik wil zeelucht. Tot nu toe is het mijn vrouw die alles besliste. Maar niet mee ons een bed en breakfast, hè. Nee, dat zal er een zijn van deze tijd. Het was altijd mijn man die dat de beslissingen nam. Maar dat is voorbij, want ik ga beslissen. Ik wil dat servies van mijn grootmoeder, dat porseleinen servies. We gaan een hedendaags servies op tafel zetten. Het moet fleurig zijn, zo van die cottage-stijl. En sobere kleuren, Scandinavisch design. Ik ga zelf mijn groenten en mijn fruit kweken voor mijn gasten. Fruit en groenten van een lokale kweker. Je zal zien dat ik daar volledig mijn stempel op zal drukken. Ik, de baas van de B&B. Vanaf nu bent u het die beslist. Happy Life. Geef leven aan uw pensioen. AXA. Verzekeringen anders bekeken.